Van harte welkom bij deze academische zitting van de Universiteit Maastricht. Mijn naam is Jan Smit en als decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid ben ik bijzonder verheugd dat u allen in grote getale de weg heeft weten te vinden naar deze mooie aula. Een aantal van u kijkt mee via de livestream. Ook u heet ik heel graag van harte welkom bij deze academische plechtigheid. Bijzonder woord van welkom aan de familie van de orator, van harte welkom. En ook aan de grote Nijmeegse delegatie hier vandaag aanwezig, aangevoerd door decaan professor Roel Schutgens. Geachte aanwezigen, vandaag is een bijzondere dag. Het is de dag waarop onze collega professor Joost Sillen officieel het ambt aanvaardt van hoogleraar staatsrecht. Ik ga professor Sillen straks vragen om naar voren te komen en zijn reden uit te spreken. Voor ik dat doe, wil ik heel graag hem kort introduceren en aangeven waarom onze universiteit en faculteit bijzonder blij zijn met zijn benoeming. Ik moet u wel melden, geachte aanwezigen, dat er moeilijker taken zijn in het leven van een decaan dan juist dat uitleggen aan u. Joost is de gedroomde kandidaat op deze leerstoel staatsrecht. Na zijn studie politicologie en Nederlands recht in Nijmegen verdedigde Joost daar in 2010 een rechtsvergelijkend proefschrift over rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving. En ik heet vandaag ook heel graag medepromotor professor Bovendeert van harte welkom in Maastricht. Dat proefschrift viel gelijk op. Zo werd het kort erna opgenomen in de mooie Nijmeegse bundel Voorbeeldige proefschriften, waar het als een inspirerend voorbeeld werd voorgehouden aan jeugdige promovendi. Ook al heel vroeg, namelijk nog als promovendus, won Joost de universitaire onderwijsprijs van de Radboud Universiteit in de categorie jonge docent. En Joost, het juryrapport uit 2009, ik zie wat bedrukt kijken gelijk, roemde jou toen al als een veelzijdig docent die uitblonk door een drang tot vernieuwing van onderwijs. En ik wil toch ook voor onze Maastrichtse collega's en eigenlijk ook voor de collega's uit Nijmegen hier aanwezig vandaag ook iets citeren uit dat juryrapport. Ik citeer: Sillen verzorgt interactief onderwijs, waardoor studenten actief worden betrokken en gestimuleerd. Vooral de manier waarop hij studenten aanspreekt tijdens werkgroepen, door bijvoorbeeld het stellen van scherpe vragen, oogst veel lof bij studenten. De tekst had van de Maastrichtse afdeling Marketing en Communicatie kunnen komen, waar het gaat om het proberen studenten aan te trekken voor onze universiteit en faculteit. Ik geloof dat al in het juryrapport de onderwijskwaliteiten van Joost volledig pasten in het Maastrichtse onderwijsmodel. Fijn dat jij, Joost, jullie Maastrichtse benadering al in 2009 volledig eigen had gemaakt. Je had eerder moeten komen, denk ik. Kortom, je bent en een uitstekend onderzoeker van het Nederlands en van het vergelijkend staatsrecht. Je hebt een groot hart voor goed onderwijs en daarbij heb je ook een zeer positieve levensinstelling. Wat ik nog niet noemde, is dat je daarbij ook nog eens wars bent van bureaucratie en van alles wat daarbij hoort aan nutteloze regulering, mindmaps, en zo kan ik nog even doorgaan. Misschien toch ook goed, zeker nu je, daar zijn we heel blij mee, opleidingsdirecteur bent van onze bachelor rechtsgeleerdheid. En wij dit jaar een onderwijsvisitatie tegemoet gaan als faculteit. Hetzelfde geldt voor de andere Nederlandse juridische faculteiten. Wel goed om ook nog heel even stelling 4 bij je proefschrift te citeren. Dat weet je zelf niet meer. Ik zal hem citeren. Stelling 4 luidt: alle inspanningen die worden verricht ten behoeve van de visitatie en accreditatie van het hoger onderwijs gaan ten koste van de verbetering van dat onderwijs. Kortom, je neemt de universiteit uitermate serieus. Voor studenten is de universiteit ook geen verlengde middelbare school. Hou jij hen
voor. Ik was daar zelf getuige van toen jij onlangs, enkele weken geleden, bij de introductie van onze nieuwe eerstejaars studenten, die studenten toesprak, en met die studenten een lijst doornam van verboden woorden. Een lijst van verboden woorden. Niet school, maar universiteit. Niet les, maar onderwijsgroep of college. Niet huiswerk, maar studeren. En de uitsmijter vond ik persoonlijk niet tussenuur, maar, ik citeer Joost, tijd om met medestudenten koffie te drinken en de actualiteit te bespreken. En ik was blij te zien dat die boodschap door de studenten ook gelijk werd begrepen. Professor Sillen, onze universiteit en faculteit zijn zeer verguld met je benoeming tot hoogleraar. En ik wil je nu heel graag uitnodigen om je oratie uit te spreken onder de titel Law for Whom? Staatsrecht en staatsrechtbeoefening van en voor een andere generatie. Meneer de prorector, geachte studenten, beste collega's, lieve vrienden en familie. Volgens Harry Mulisch hebben wij niet alleen een kalenderleeftijd en een biologische leeftijd, maar ook een absolute leeftijd. Deze bepaalt, aldus de grote schrijver, hoe je in het leven staat en wat je manier van denken is. Het is bovendien de leeftijd waarop je wereldbeeld wordt gevormd. Je idee over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, hoe mensen zich tot elkaar verhouden en wat goed is en wat kwaad. Wat is uw absolute leeftijd? Wanneer werd uw wereldbeeld bepaald? Moedig's antwoord op die vraag was 17. En ik denk dat velen hier dat antwoord zouden geven. Het is in elk geval mijn antwoord op die vraag. 17 is dan ook een bijzondere leeftijd. Moedig zei daarover, als je 17 bent, dan ben je niet echt volwassen, maar ook geen kind meer. Het is een kantelende leeftijd. 17 is ook de leeftijd waarop veel van onze studenten zich voor onze opleiding rechtsgeleerdheid aanmelden of daarvoor een keuze maakten. Wat is hun wereldbeeld? Natuurlijk bestaat het wereldbeeld van de eerstejaars rechtenstudent niet. Elke student is verschillend, ieder heeft een eigen wereldbeeld. Maar in het wereldbeeld van opeenvolgende generaties individuele studenten is volgens mij wel een trend zichtbaar. En de trend die ik waarneem, door gesprekken in een onderwijsgroep, in de pauze van een college of in een van de vele Maastrichtse cafés, is deze. Onze studenten zijn in toenemende mate bezorgd over de wereld waarin ze opgroeien, over klimaatverandering en afname van biodiversiteit, over racisme en andere vormen van discriminatie en uitsluiting. En ze zien in toenemende mate voor zichzelf een rol weggelegd om bij te dragen aan een betere wereld. Rechtenopleidingen spelen daarop in. Meer dan voorheen besteden zij aandacht aan duurzaamheid en aan klimaat en aan de rol die de jurist kan spelen bij het bevorderen van een rechtvaardiger wereld. Dat geldt ook voor de Maastrichtse rechtenopleiding. Zo heeft deze universiteit plechtig uitgesproken wereldburgers te willen opleiden, die bijdragen aan een wereld van, ik citeer, grotere rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten voor ieder. De slogans van onze bacheloropleiding rechtsgeleerdheid passen daarbij. Zoals, idealen studeer je in Maastricht. Dit wereldbeeld van toenemende zorgen en toenemend maatschappelijk engagement verschilt wezenlijk van hoe ik, en ik denk veel van mijn leeftijdsgenoten, naar de wereld keken toen wij 17 waren. Dat was in 1998, ruim voor 9/11 en de opkomst van fortuin. Het waren de jaren waarin de bomen tot in de hemel groeiden. Waarin de dienstplicht werd opgeschort, omdat de Koude Oorlog had plaatsgemaakt voor eeuwige wereldvrede. En waarin het internet van de wereld een dorp maakte. Het waren de jaren waarin ideologische veren werden afgeschud en voor elk meningsverschil een rationele oplossing kon worden gevonden. 1998 was het jaar waarin de columnist Efimenko de woorden schreef:
Nederland is af. Op misschien nog een oversteektunnel naar voor Dassen en Rupsen onder de A15. Mijn stelling is dat dit veranderend wereldbeeld gepaard gaat met de ontwikkeling van een andere kijk op wat staatsrecht is en wat staatsrechtbeoefening hoort te zijn dan waarmee ik in Nijmegen tot jurist werd opgeleid. Ik zal zo meteen proberen die verandering te reconstrueren en de meest in het oog springende verschillen te benoemen en te verklaren. Voor een kersvers hoogleraar in het staatsrecht roept die andere kijk op staatsrecht en staatsrechtbeoefening ook vragen op, waarvan ik er twee aan de orde wil stellen. Namelijk, welke gevolgen hoort die andere kijk te hebben voor het staatsrechtelijk onderwijs en welke voor het staatsrechtelijk onderzoek? De jaren 90 waren de hoogtijdagen van het zogenoemde Nijmeegs staatsrecht. In 1990 verscheen de eerste druk van Kortmans handboek Constitutioneel Recht, dat een monument van die denkschool is en waarvoor hij in 1997 werd geëerd met de Thorbecke-penning. Niet lang daarna begon ik mijn rechtenstudie. Wat kenmerkte dat Nijmeegs staatsrecht? Wat verstond men onder die geuzennaam? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat de Nijmeegse school diverse kleurrijke leden kent, die in hun staatsrechtbeoefening elk eigen accenten leggen. Van hen is Stijn Kortman echter zonder twijfel de kleurrijkste en meest uitgesprokene. Daarom zal ik in mijn beschrijving van het Nijmeegs staatsrecht zijn werk centraal stellen. Beantwoording van de vraag wat Nijmeegs staatsrecht inhield, moet beginnen met een beschrijving van haar studieobject. Dat is wat Kortman noemt het positieve recht. Hij verstaat daaronder recht gesteld of erkend door overheidsambten, geconstitueerd door de geschreven en soms ongeschreven constitutie. Het positieve recht is niet alleen het studieobject van de Nijmeegse school, het is het enige recht dat zij als geldend recht beschouwt. En de overheid neemt daarbij een sleutelpositie in. Uitsluitend het door haar gestelde of erkende recht is immers positief recht. Bijna automatisch leidt deze benadering ertoe dat veel aandacht uitgaat naar de bestudering van het geschreven recht, in het bijzonder de grondwet, het statuut, de wet en de verdragen. Van dat recht kan immers eenvoudig worden gezegd dat het de overheidswil weergeeft, omdat het de ambten van de overheid zelf zijn die tot de vaststelling ervan hebben besloten. Bij de bestudering van dat geldende recht legt de Nijmeegse school de nadruk op de formele aspecten van normstelling, zoals vraagstukken van bevoegdheid en procedures. Veel minder aandacht gaat uit naar de inhoud van de door de overheid vast te stellen normen. Hoe Kortman in constitutioneel recht de grondrechten bespreekt, rechten die tot doel hebben de inhoud van de normstelling te begrenzen, illustreert dat. Voor het gemak neem ik de vierde druk van constitutioneel recht, de editie waaruit ik heb gestudeerd voor het tweedejaarsvak staatsrecht. Het boek telt 525 pagina's. Daarvan gaan er 94, ongeveer een vijfde dus, over grondrechten. Dat is een fix aantal. Wat wordt er op die bladzijde besproken? Zij bevatten voornamelijk een beschrijving van de rijkwijde van de grondrechten en, voor wat betreft de Nederlandse grondrechten, een nauwkeurige bespreking van een beperkingssystematiek. Voor die systematiek is van groot belang welk ambt tot het beperken van een grondrecht bevoegd is. Een formele vraag dus. De vraag tot hoever zo'n beperking mag gaan, beantwoordt de Nederlandse grondwet niet of nauwelijks. Daardoor, en nog afgezien van het toetsingsverbod, zijn de Nederlandse grondrechten voor de rechtspraktijk van slechts beperkte betekenis. Veel belangrijker zijn de grondrechten uit het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Zij bepalen namelijk wel tot hoever de overheid grondrechten mag beperken. Hoeveel aandacht besteedt het handboek aan die materiële EVRM-eis? Aan de vraag dus welke inhoud de door de overheid vastgestelde normen mag hebben. Kortman wijdt er 5 zinnen aan. Zelfs bij de behandeling van de grondrechten, rechten die grenzen stellen aan de inhoud van de door de overheid vast te stellen normen, staat dus de formele zijde van het recht voorop. Het Nijmeegs staatsrecht bestudeert dus het door de overheid gestelde of erkende recht. En zolang dat recht overeenstemt met hogere, door de overheid gestelde of erkende normen, geldt het. Wat is bij die benadering van het staatsrecht de rol van de academische staatsrechtjurist? Hem past bescheidenheid. De Nijmeegse staatsrechtjurist is een toeschouwer, geen deelnemer.
Hij probeerde het recht nauwkeurig te ordenen, er systemen aan te brengen, het begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Zijn taak is het niet om het recht eerlijker of rechtvaardiger te laten zijn. Hoe zou hij dat ook moeten doen? Over wat goed en kwaad is, kan een mens immers wel een mening hebben, maar met zekerheid kan hij er niets over zeggen, zo meende Kortman. Weten wij niet alle, zo hield hij zijn gehoor eens voor, dat op dit ondermaanse niets absoluut waar of zeker is, behalve misschien de dood. Dit toeschouwersperspectief heeft volgens de Nijmeegse school een belangrijke waarde in zichzelf. En niemand kan dat treffender omschrijven dan Tijn Kortman. Ik citeer hem daarom wat uitgebreider. Staatsrechtjuristen uit de Nijmeegse school zijn kenners en liefhebbers van de juridische meccanodoos. Nuchtere handwerkslieden die bijdragen aan rationeel, logisch, analytisch denken en doen. Zij vormen daarmee een barrière tegen postmodernistisch gezwam, tegen irrationele rechtschepping, tegen chaotisering en verloedering van een rechtssysteem, tegen als recht bestempelen van wat louter of voornamelijk eigen verlangens en doeleinden zijn. Men kan deze taakopvatting ook minder oud-testamentisch formuleren. Academische staatsrechtbeoefening is een ambacht en niet of nauwelijks een normatieve bezigheid. Ik citeer Kortman nog één keer. Ik schrijf alleen om het recht zoals het is uit te leggen. Ik schrijf dus een soort automobiel instructieboeken. En dat is voor mij al ingewikkeld genoeg. Aan de hand van het werk van Tijn Kortman hebben wij nu drie kenmerken van de Nijmeegse school gereconstrueerd. Zij bestudeert het recht zoals het door de overheid is gesteld of erkend, heeft veel aandacht voor de wijze van rechtsvorming en veel minder voor de inhoud van het te vormen recht. En haar leden zijn nauwkeurige ambachtslieden die de mens bovendien onbekwaam achten goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, althans in dit aardse leven. Nu is het interessante dat iedereen die ook maar één pagina van het werk van Tijn Kortman heeft gelezen, ondanks deze in woord en geschrift beleden bescheidenheid, dit waarderelativisme, precies weet hoe hij over de materie denkt, wat zijn mening is, wat zijn oordeel is. Hoe kan dat? Volgens mij komt dat doordat het voor deze waarderelativisme zelf een geloofsbelijdenis is. En wel één die vraagt om een kleine overheid, omdat alleen zo vrijheid kan worden gerealiseerd. Ik illustreer dat aan de hand van de Nijmeegse benadering van de sociale grondrechten. Anders dan de klassieke grondrechten, zoals het recht op privacy, vragen deze geen overheidsonthouding, maar juist overheidsinmenging. Een voorbeeld biedt artikel 22 lid 1 van de grondwet. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Deze sociale grondrechten kwamen in 1983 in de grondwet. Kortman heeft zich daartegen fel verzet. Waarom? Ik licht één van zijn argumenten uit. Volgens Kortman heeft de overheid veel ruimte bij de invulling van sociale grondrechten, zodat zelden van een schending van zo'n grondrecht gesproken kan worden. Dat zij toch in de grondwet zijn opgenomen, draagt daarom volgens hem een gevaar in zich. In tijden van economische teruggang zullen zij het eenvoudig maken de overheid ervan te betichten ongrondwettig te handelen. Waardoor, voeg ik eraan toe, de overheid zich verplicht zal kunnen voelen regelgevend op te treden. Terwijl klassieke grondrechten, ik citeer, beogen een totalitaire staat een alomtegenwoordige overheid tegen te gaan, bevorderen sociale grondrechten juist een grote overheid. Anders dan de klassieke grondrechten kunnen sociale grondrechten daardoor, aldus Kortman, een bedreiging voor de rechtsstaat vormen. Deze benadering van de sociale grondrechten getuigt van een uitgesproken wantrouwen in de overheid. Ik laat Kortman nogmaals aan het woord. De burger is aan het gezag van de overheid onderworpen. Hij is een onderdaan, geen klant of cliënt van de overheid. Want als puntje bij paaltje komt, laat de overheid haar gezag voelen. Door zich klant te laten noemen, laat de onderdaan zich bedonderen. De burger doet er daarom verstandig aan de overheid met de overheid zo min mogelijk te maken te willen hebben. Want de overheid is geen partner, maar potentieel steeds een tegenstander. Een gewapende bende of nog erger. De Nijmeegse school wil de overheid daarom terugdringen. Zij hecht aan een overheidsvrije sfeer. En omdat het recht een instrument van de overheid is, betekent dat terugdringen van de overheid het terugdringen van het recht zelf. Volgens de Nijmeegse school zijn er dan ook talrijke maatschappelijke vraagstukken waarover het recht zwijgt.
als een ambachtsman het recht bestuderen, zoals dat door de overheid is gesteld of erkend. Het inlezen van eigen waardeoordelen in het recht vermijden. De overheid wantrouwen en het erkennen van een rechtsvrije sfeer. Dat zijn de leerstellingen waarmee ik in Nijmegen ben opgeleid. Zij sloten naadloos aan bij mijn wereldbeeld als 17-jarige in 1998. De tijd van grote meningsverschillen lag achter ons. Redelijke mensen konden verschil van inzicht steeds rationeel oplossen. Het bestaan van de paarse kabinetten was daarvan het voorbeeld. Uit dit geloof in rationele oplossingen volgde bovendien dat de overheid moest worden teruggedrongen ten gunste van de markt. Privatisering was het devies. Dat was efficiënter, leidde tot betere dienstverlening en vergrootte de vrijheid van de burger. Wat voor zin had het in die omstandigheden om het staatsrecht een sterk ideologische lading te geven? Was het niet beter om het recht te bestuderen zoals het er lag en niet als jurist de valse pretentie te hebben het op basis van eigen opvattingen rechtvaardiger te kunnen maken? Hoewel de leerstellingen van de Nijmeegse school aansloten bij mijn wereldbeeld, ontmoetten zij in diezelfde jaren 90 ook terechte kritiek. De Nijmeegse benadering van het staatsrecht garandeert immers geen zins dat de overheid zich onthoudt van bemoeienis met elk aspect van het maatschappelijk leven. Zij biedt geen waarborg tegen een tyrannieke overheid. Dat de overheid de burgers ruimte laat, is slechts aan haar goede wil te danken. Namelijk aan haar bereidheid om grondrechten te erkennen en mensenrechtenverdragen niet op te zeggen. Constitutionalisme en rechtsstaat zijn waarden die de overheidsmacht in juridische zin niet begrenzen. Zelfs niet als zij, zoals nu, in de grondwet zijn opgenomen, omdat ook de grondwet kan worden gewijzigd. Elsega noemde dat eigenlijk niet aanvaardbaar. De Nijmeegse benadering leidde volgens hem tot verschraling van het staatsrechtelijk debat, tot juridisch fetischisme. Ook Burkens was zeer kritisch. De Nijmeegse school verdedigde volgens hem een juridisch purisme dat ertoe leidt dat eisen van constitutionalisme en rechtsstaat in de lucht komen te hangen. In een voordracht heeft Kortman geprobeerd deze kritiek te pareren. Hij stelde zich daarin de vraag of al het door de overheid bevoegd gestelde of erkende recht steeds geldt. En zijn antwoord luidde ontkennend. Hoewel wij veelal slechts achteraf weten wat goed is of was, zo vatte hij zijn betoog aan, weten wij vooraf meestal wel wat echt slecht is. En een echt slechte constitutie is geen geldend recht. Ook niet voor een rechtspositivist. Een geldige constitutie was er volgens hem één die, ik citeer, aan niemand, geen enkele instelling of ambt, absolute of totalitaire bevoegdheden over een mens verschaft. Die weliswaar dwang tot samenwerking en zelfs straf mogelijk maakt. Maar zonder dat diepe overtuigingen op de brandstapel of de guillotine geofferd worden. Die een individu de mogelijkheid biedt te vluchten, geestelijk en lichamelijk, indien hij dat wil. Pas als een constitutie de mens als uiteindelijk autonoom persoon erkent en zij de mogelijkheid tot wijziging biedt, is sprake van een juridisch geldige constitutie, aldus Kortman. Hoewel deze bijstelling in theoretisch opzicht fundamenteel was en tegelijkertijd moeilijk inpasbaar is in de leerstellingen van het Nijmeegs staatsrecht, speelde zij in de praktijk nauwelijks een rol. De gestelde eisen aan een constitutie waren immers zo minimaal dat een schending daarvan zich vrijwel nooit zou voordoen. Het maakte ook niet echt uit. De discussie was vooral academisch. Het waren immers de jaren 90. Welke problemen vielen er een vredesnaam te verwachten? En toen kwam de Fortuinrevolt en de aanslagen op de Twin Towers en was het gedaan met het optimisme. In 2001 waren de zorgeloze jaren 90 definitief voorbij. Het politieke klimaat veranderde en daarmee rezen andere staatsrechtelijke vragen die om een antwoord vroegen. Zo was er in 2006 een interview met toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner, waarin hij zei: voor mij staat vast, als 2/3 van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan. Zoiets kun je wettelijk niet tegenhouden. De meerderheid telt. Dat is nou juist de essentie van democratie. Welk antwoord gaf het Nijmeegs staatsrecht op die vraag? Had Donner ongelijk, omdat grondwettelijke verankering van de sharia zou leiden tot een constitutie die de mens niet langer als autonoom persoon erkent? Of had hij gelijk, omdat hier gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid de constitutie te wijzigen, zonder welke mogelijkheid van een echte constitutie geen sprake is? Ik vermoed dat veel leerlingen van de Nijmeegse school voor het laatste antwoord zouden geven. En desgevraagd deed een enkeling dat ook. Wat voor dat antwoord ook te zeggen is,
Het sloot niet goed aan bij wat velen hoopten of dachten te weten dat juist was. De relativering dat grondwetten, machtsovernames en revoluties niet kunnen voorkomen, hoogstens kunnen vertragen, tegen schoften is geen enkele grondwet bestand, veranderde dat niet. De Nijmeegse benadering van het staatsrecht paste minder goed bij de tijdsgeest van na 9/11 dan bij de tijdsgeest van daarvoor. In de jaren na 2001 volgden nieuwe zorgen en rezen weer andere juridische vragen. Met name klimaatverandering riep op klemmende wijze de vraag op welke plichten er op de overheid rusten om de belangen van toekomstige generaties te waarborgen. De gedachte won veld dat de parlementaire democratie niet opgewassen is tegen de uitdagingen waarvoor ons land en de wereld zich op dat vlak gesteld ziet. Parlement en regering schoven lange termijn vraagstukken voor zich uit, in plaats van ze op te lossen. Belangenbehartigers wenden zich daarom steeds vaker niet tot de politiek, maar tot de rechter om ander beleid af te dwingen. Ze hadden lang genoeg gewacht. Ze wilden actie, en wel nu. Het voorbeeld van die afwending van de politiek is de klimaatzaak van Stichting Urgenda. Met een beroep op mensenrechten vorderde deze stichting dat de staat werd verplicht de uitstoot van CO2 met een bepaald percentage te verminderen. De raadsman van deze stichting was de Maastrichtse advocaat Roger Cox. In zijn boek Revolutie met Recht verdedigde hij de stelling dat alleen de rechter de wereld voor een wisse klimaatcatastrofe kon behoeden. In 2019 wees de Hoge Raad de vorderingen van Urgenda toe. Voor sommige staatsrechtjuristen was de klimaatproblematiek aanleiding tot een fundamentele herbezinning op ons vak. Mijn collega Marijn van der Sluis spreekt zelfs van de opkomst van groen staatsrecht. Ernst Hirschballin heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opnieuw doordenken van ons vakgebied. Wat zijn de contouren van deze nieuwe benadering van het staatsrecht en waaraan verschilt deze van het Nijmeegs staatsrecht? Ik neem voor de beantwoording van die vraag het recente werk van Hirschballin tot uitgangspunt. En hij is hier vandaag ook, daar ben ik heel blij mee. Was voor de Nijmeegse school het recht een product van de overheid? In de nieuwe benadering vindt het recht zijn grondslag in waarde. Recht is niet primair een stelsel van afdwingbare regels, een instrument om de samenleving te besturen, schrijft Hirschballin. Het is een op de toekomst gericht normatief project dat zijn grondslag vindt in de menselijke waardigheid. Deze vormt niet alleen de bron van de klassieke grondrechten, maar uit de menselijke waardigheid volgen ook toekomstperspectieven voor de mensheid, individueel en gezamenlijk, en voor de aarde waarop zij leeft. De door de overheid rechtmatig gestelde of erkende regels vormen pas geldend recht als zij aan deze waarden voldoen, ongeacht of die waarden door de overheid zijn gepositiveerd. Daarmee wordt het belang van het overheidsrecht en daarmee ook van de grondwet zeker niet ontkend, maar wel gerelativeerd. Ik citeer Hirschballin. Wat een grondwet te bieden heeft, zijn bindende constitutionele gezichtspunten bij de besluitvorming over wetten, rechtszaken en bestuurlijke aangelegenheden van hoog normatief gehalte. Ik schrijf niet van het allerhoogste normatieve gehalte, want er zijn, nog afgezien van de verwevenheid met de statutaire Europese en internationale rechtsorde, rechtsbeginselen en fundamentele rechten waar zelfs de grondwet het tegen moet afleggen. In deze postpositivistische benadering ligt niet de nadruk op de formele zijde van het recht, zoals in het Nijmeegs staatsrecht, maar op de materiële zijde. De vraag of door de overheid vastgestelde normen in overeenstemming zijn met die waarden van het recht, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Ook de wetgever moet zich op die waarden oriënteren. Het onderscheid tussen rechtsvinding en rechtsvorming, een centrale tegenstelling in de benadering van het Nijmeegs staatsrecht, vervaagt zo. Hirschballin drukt dat als volgt uit. Men kan er nog steeds over twisten of wetgeving het vinden dan wel het maken van rechtsnormen is, voor zover dat al los van elkaar kan worden gezien. Maar hoe dan ook, het bepalen van wat het recht moet inhouden is een kwestie van beoordeling van feiten en belangen. En de besluitvorming daarover is een daad van publiek gezag. Het is die beoordeling van wat de waarden van het recht in deze tijd en deze omstandigheden verlangen, die centraal staat in deze nieuwe benadering van het staatsrecht.
Zo geredeneerd is het recht geen meccano-doos en de staatsrechtjurist geen nauwkeurig ambachtsman. Het recht geeft uitdrukking aan idealen, waarin in steeds wisselende omstandigheden betekenis moet worden verleend. De overheid, wetgever, bestuur en rechter heeft op die activiteit niet het monopolie. Ook staatsrechtjuristen hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. Niet om als een exegeet te achterhalen welke betekenis de dragers van overheidsambten aan de vastgestelde normen gaven, maar om steeds opnieuw, ik citeer, aan de idealen van de democratische rechtsstaat vorm te geven. Door constitutionele teksten in het licht daarvan uit te leggen. In zijn inleiding op het prachtige Tilburgse grondwetscommentaar schrijft Hirschbannen dan ook: ook het becommentariëren van de grondwet heeft de betekenis van het meewerken aan de verwerkelijking van de constitutionele orde. We zijn daar allemaal bij betrokken, zij het in onderscheiden graden en vormen van verantwoordelijkheid. Het waardekarakter van het recht biedt de maatschappelijk geëngageerde staatsrechtjurist echter niet alleen een interpretatiekader voor het door de overheid gestelde of erkende recht. Het verschaft hem ook een evaluatiecriterium aan de hand waarvan hij het overheidsrecht kan beoordelen. Daardoor wordt kritische rechtswetenschap mogelijk. Het biedt bovendien de mogelijkheid de juridische obstakels bloot te leggen die een volledige verwezenlijking van de menselijke waardigheid in de weg staan. Hirschbannen schrijft: juristen hebben een taak die verder reikt dan het accuraat opschrijven van hoe men de dingen geregeld wil zien. Hun kennis van de grondslagen van het recht stelt ze in staat de spiegel van de mensenrechten op te tillen en voor te houden. De staat is in deze nieuwe benadering van het staatsrecht dus niet de maker van het recht, zoals in de Nijmeegse school, hij is aan het recht onderworpen. De staat is een instrument voor de verwezenlijking van het recht en de waarden die eraan te grondslag liggen. Bij de verwezenlijking van die waarden spelen mensenrechten een belangrijke rol. Zij concretiseren die waarden. Mensenrechten, schrijft Hirschbannen, bieden niet alleen rechtsmiddelen om tegen slechte dingen op te komen, maar ook principes om goede dingen na te streven. Sociale grondrechten zijn daarbij onmisbaar. Erkenning van hun juridische betekenis is nodig om, ik citeer, afscheid te nemen van een leeg formalisme dat het vertrouwen in de democratische rechtsstaat ondermijnt. Het overheidsbeleid moet er dan ook op gericht zijn deze sociale grondrechten ten volle te realiseren. Zo wordt de overheid, die door de Nijmeegse school fundamenteel wordt gewantrouwd, in deze nieuwe staatsrechtelijke benadering uitdrukkelijk binnengehaald. Omdat de staat een instrument is van het recht, verdient zijn zwaardmacht niet het wantrouwen waarmee zij door de Nijmeegse school werd tegemoet getreden. Dat is een belangrijk verschil. Nog een verschil valt op. Volgens deze nieuwe benadering is het bereik van het recht veel groter dan volgens de Nijmeegse school. Ook waar de overheid niet regelgevend is opgetreden of rechtsregels heeft erkend, geldt het recht in de vorm van niet gepositiveerde rechtsbeginselen en waarden. Van een rechtsvrije sfeer is daardoor niet of veel minder sprake. En dat is maar goed ook, want het recht is er om de vrijheid van de burger te verwezenlijken, zo luidt dan de redenering. Deze nieuwe benadering van het staatsrecht kon worden gezien als een reactie op de staatsrechtbeoefening van de Nijmeegse school. Tegelijkertijd geldt ook het omgekeerde. De Nijmeegse school vindt zelf haar oorsprong in de kritiek op deze nieuwe benadering. Hoe kan dat? De waardebenadering van het staatsrecht deed in ons land haar intrede in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het was de tijd van het kabinet Den Uyl, dat een belangrijke rol voor de overheid zag weggelegd om materiële gelijkheid van burgers te bewerkstelligen door spreiding van kennis, macht en inkomen. De waardebenadering van het staatsrecht sloot daarbij aan. Ook zij propageerde werkelijke, materiële gelijkheid, niet slechts formele gelijkheid. Zij vond aanhangers in de Groninger hoogleraar staatsrecht Damiaan Meeuwissen en in de jonge Ernst Hirschbannen. De nieuwe benadering van het staatsrecht, waarover ik zojuist sprak, is dus in feite een toepassing van de waardebenadering uit de jaren 70 op uitdagingen van onze tijd, 50 jaar later. In de jaren 70 en het begin van de jaren 80 klonk op deze waardebenadering echter ook kritiek. Is het wel zo duidelijk wat de waarden zijn die aan het recht ten grondslag liggen? Vroeg André Donner zich bijvoorbeeld af. Ja, wat wij recht noemen is vast meer dan enkele historische verworvenheden, maar wat het recht achter het recht is, weet ik niet, schreef hij.
Het is mij niet geopenbaard. Wat betekent het bij die stand van zaken? Als wij juristen zeggen dat de staat bepaalde waarden moet verwezenlijken, omdat het recht deze voorschrijft, leggen wij dan niet aan de ander op wat wij voor die ander goed vinden? Be reasonable, do it my way. Dat was de kritiek die klonk aan het eind van de jaren 70. En die ook Harry Beekman, vertegenwoordiger van de Nijmeegse School van het Eerste Uur, in zeer scherpe bewoordingen uitte. Hij vond de gepresenteerde staatsopvatting angstwekkend en erkende daarin totalitaire trekken. In onze tijd worden we geconfronteerd met een andere schaduwzijde van deze nieuwe staatsrechtelijke benadering. Wat geldt bijvoorbeeld als de overheid de waarde van het recht onvoldoende verwezenlijkt? Laten wij kijken naar het antwoord dat Urgenda-advocaat Roger Cox op die vraag gaf, toen hij over de gevaren van klimaatverandering schreef. Volgens Cox ontleent de staat, ik citeer, zijn bestaansrecht aan de zelfstandige verplichting om de samenleving en het grondgebied van de staat tegen negatieve ontwikkelingen van buitenaf te beschermen. Klimaatverandering is zo'n negatieve ontwikkeling, maar parlement en regering slagen er volgens hem niet in om burgers daartegen voldoende te beschermen. Hij wijt dat aan, ik citeer, de intervenerende macht van multinationals, hun lobbyisten en de media. Zijn conclusie luidt daarom dat het democratisch model, waarmee wordt bedoeld het model waarin de burgers via verkiezingen het beleid van de staat mede bepaalt, heeft gefaald. En dat dit democratisch model zelfs aan het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering in de weg staat. Democratie moet daarom, ik citeer, onder curatele worden gesteld. En wel door de rechterlijke macht, die daarvoor de grondslag kan vinden in bestaande rechtsbeginselen en mensenrechten. Cox's indringende betoog laat zien dat in een staatsrechtelijke benadering, die zich het verwezenlijken van bepaalde waarden ten doel stelt, parlementair democratische besluitvorming aan het bereiken van het doel ondergeschikt kan worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid daartoe aan terrein wint, in het bijzonder onder 18 tot 24-jarigen en onder hoogopgeleiden, en dus vermoedelijk ook onder onze eerstejaarsrechtenstudenten. De bereidheid van deze groepen om democratische besluitvorming opzij te zetten neemt bovendien toe naarmate de bezorgdheid groeit over de in hun ogen trage aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken zoals de klimaatcrisis of immigratie. Het opzij zetten van democratische besluitvormingsprocessen kan echter leiden tot verdere afname van het vertrouwen van burgers in de overheid, omdat voor hen besloten wordt en niet namens hen. Omdat de democratische besluitvorming volgens hem faalde, nam Cox zijn toevlucht tot de rechter. Maar wat als ook de rechter niet levert? Wat geldt als iemand tot de conclusie komt dat de overheid als geheel de waarde van het recht niet langer verwezenlijkt? Wanneer iemand tot de vaststelling komt dat de overheid geen instrument van het recht is, maar van bijzondere belangen, dan pleeg je verzet. En dat begint niet met grote woorden, maar met kleine daden, dichter Remco Kampert. Met jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vragen aan anderen stellen. Een student in een spuitbus en schrijft daarmee op een koude januaridag op de muren van zijn rechtenfaculteit: Law for whom? Bestuurders, ook van universiteiten, kondigen een klimaatnoodtoestand af, die op zijn minst suggereert dat het overheidsrecht wegens een groter belang buiten toepassing moet blijven. Een klimaatactivist noemt de overheid in de Volkskrant een terreurorganisatie en de wet een misdadige constructie, omdat zij toestaat dat vluchtelingen verdrinken en grote bedrijven de natuur naar de knoppen helpen. De waardebenadering in het staatsrecht, die nu aan terrein wint, voorkomt anders gezegd dat recht louter vorm wordt, en dat daarmee de democratische rechtsstaat bedreigt. Het gevaar van de benadering van de Nijmeegse school. Tegelijkertijd is ook de waardebenadering niet van gevaren voor de democratische rechtsstaat ontbloot. Zij kan een rechtvaardiging bieden voor het opzij zetten van parlementaire democratische besluitvorming. Het sluit niet uit dat de rechtsorde desintegreert, doordat zij de hoogst individuele uitspraak mogelijk maakt: uw rechtsorde is de mijne niet.
Het is tijd voor enkele concluderende opmerkingen. Wat is staatsrecht? Wat is staatsrechtbeoefening? Ik hoop te hebben laten zien dat over het antwoord op die vraag niet alleen verschillend kan worden gedacht, maar ook verschillend wordt gedacht. En dat het antwoord op beide vragen bovendien meedijnt op het ritme van maatschappelijke veranderingen en van een veranderend wereldbeeld. Ieder, ook onze studenten, moet daarom zelf op zoek gaan naar wat voor hem of haar waarheid is. Een hoogleraar in het staatsrecht heeft daarin niets voor te schrijven. Schoolvorming creëert slechts oogkleppen en leidt enkel tot tevredenheid met het eigen gelijk. De taak van een hoogleraar staatsrecht ligt naar mijn oordeel elders. Laten wij daartoe nog één keer kijken naar de twee besproken benaderingen van het staatsrecht. Die waarmee ik ben opgeleid en die nu aanhang verwerft. Beide hebben voordelen. Maar beide kunnen geen weerstand bieden aan krachten die zich tegen de democratische rechtsstaat keren. De Nijmeegse benadering kan dat niet omdat zij nauwelijks grenzen stelt aan de ontmanteling van de parlementaire democratie door de instituten van de parlementaire democratie zelf, in het bijzonder door regering en parlement. De nieuwe benadering kan dat niet omdat zij het mogelijk maakt democratische besluitvorming op te offeren aan het bereiken van grotere idealen en uiteindelijk de beantwoording van de vraag of het overheidsrecht geldt buiten de instituten van de parlementaire democratie legt, zodat groepen personen die het overheidsrecht apert onrechtvaardig vinden, een titel wordt verleend waarmee zij zich aan het overheidsrecht kunnen onttrekken. Een vrije, democratisch rechtsstatelijke samenleving vereist daarom meer dan kennis van het recht als ambacht en van kennis van het recht als ideaal. Zij vereist een minimale, democratische gezindte, het besef dat elke mening telt en op haar merites moet worden beoordeeld. Niet omdat we er samen uit moeten komen. Redelijk denkende mensen kunnen nu eenmaal blijvend van mening verschillen. Maar wel omdat wij samen verder moeten. Daar ligt een belangrijke taak voor al het onderwijs, maar zeker ook voor het onderwijs in het staatsrecht. Tegelijkertijd moeten we een open oog hebben voor de onvrede die bestaat met het huidige staatkundige bestel en de gevaren waarin het blootstaat. Ons onderzoek moet daarom gericht zijn op de vraag hoe het staatsrecht kan bijdragen aan een sterke parlementaire democratie die tegen haar taak is opgewassen en aan een weerbare democratische rechtsstaat. Dat ik dat mag doen met zulke getalenteerde collega's en begeesterde studenten beschouw ik als een groot, groot voorrecht. Aan het eind van deze reden gekomen wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om enkele woorden van dank uit te spreken. Allereerst dank ik het college van bestuur en in ieder die aan mijn benoeming heeft meegewerkt voor de mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat niet te beschamen. Beste studenten, fijn dat jullie er zijn. Deze reden ging over mij en over jullie en over ons. Zonder dat laatste is er geen universiteit. Ik zie er naar uit om samen met jullie het staatsrecht te bestuderen, want zeker nu, want ons vak is spannender en relevanter dan ooit. Beste collega's van de Maastrichtse faculteit. Vanaf de allereerste dag heb ik me hier zeer welkom gevoeld. En daarvoor dank ik jullie allemaal. Maar enkele noem ik bij naam. Anne-Pieter van der Meij, Monica Klaas. Ik kijk even, ik kan er... Daar zit ze. Je moet ook zo'n groot ding aantrekken, dan ben je opvallender. En Jan Smits. Wat mij in die eerste maanden in Maastricht in het bijzonder trof, was de ongelooflijke en oprechte betrokkenheid van zoveel bij het onderwijs. Meer kan een opleidingsdirecteur zich niet wensen. Samen bouwen wij verder aan onze prachtige Nederlandstalige bacheloropleiding. Beste collega's, Maastrichtse liefhebbers van het staatsrecht. Zojuist zei ik dat ieder zelf moet zoeken naar wat voor hem of haar waarheid is. En dat een hoogleraar in het staatsrecht daarin niets heeft voor te schrijven. Ik had daaraan kunnen toevoegen en niemand moet zich op dat punt iets laten voorschrijven. Maar het was mij al snel duidelijk dat voor jullie zo'n toevoeging volstrekt overbodig zou zijn. Wij houden elkaar scherp en dat is een groot goed. Veel dank voor de collegialiteit, de goede sfeer en het harde werken in het afgelopen jaar. Ik noem ook Raymond Schlussels, mijn jongere collega in de faculteit. Ik ben blij dat jij onze gelederen bent komen versterken
En hoop dat wij een krachtige impuls kunnen geven aan de bestudering van het Nederlands publiek recht in Maastricht. Beste collega's en oud-collega's van de Nijmeegse faculteit. In de afgelopen maanden heb ik mij gerealiseerd dat wie een faculteit verlaat na er 20 jaar gestudeerd en gewerkt te hebben, meer doet dan van werkgever wisselen. De Nijmeegse faculteit heeft mij gevormd en deze reden getuigt daarvan. Met heel veel plezier denk ik aan mijn Nijmeegse tijd terug en aan alle collega's met wie ik heb mogen samenwerken. Ik noem er slechts enkele. Paul Bovendeert, op wiens ontzaglijke kennis van het staatsrecht ik jaloers ben. Hans-Cor Broeksteeg, een betere collega kan een mens zich niet wensen. Rian de Jong, daar zwaait ze. Mijn tijdelijke kamergenoot, die gelukkig nooit meer wegging. En natuurlijk Corjo Jansen en Roel Schutgens, wier vriendschap ik koester. Lieve pap en mam, als je zelf een kind krijgt, weet je pas echt wat het ouderschap betekent. Dank voor de liefde die ik heb gekregen en de vrijheid die jullie me hebben gelaten. En wat een geluk dat we deze dag samen kunnen vieren. Lieve Tom, 3 kwartier naar je vader te moeten luisteren, dat leek je nogal een opgave. Ik ben heel trots op je. En niet alleen omdat je toch maar zomaar hebt volgehouden. En tot slot, lieve Ellen. Ik drink even een slokje water. Volgens Harry Mulisch hebben wij niet alleen een kalenderleeftijd en een biologische leeftijd, maar ook een absolute leeftijd. En de mijne is 17. En dat is voor iedereen een bijzonder levensjaar. Maar dat is het nog meer als je dan iemand ontmoet die er altijd voor je is, want wie elke dag net iets mooier kleurt, ook na 25 jaar. Dank je wel voor alles. Meneer de prorector, ik heb gezegd. Dank u wel, professor Sillen, voor deze prachtige inaugurele reden, waarin je verleden en toekomst, de formele en de materiële benadering, de toeschouwer en de deelnemer op een prachtige wijze met elkaar hebt verbonden. Heel veel dank daarvoor. Ik moet daar nog wel bij zeggen, ik heb nog best lang zitten kijken naar de slide hier nu achter mij. En ik moet je zeggen, Joost, we hebben als faculteitsbestuur de afgelopen maanden best lang gezocht naar de persoon die deze tekst op de muur van ons faculteitsgebouw heeft gekalkt. We hebben die persoon niet gevonden, maar ik heb me nu gerealiseerd dat we misschien niet zo heel ver weg zijn van die persoon. Namens de Universiteit Maastricht van harte gefeliciteerd met je benoeming. En in die felicitaties betrek ik ook heel graag je vrouw, je zoon, beide ouders, alle verdere familie en vrienden en collega's hier aanwezig. En ook aanwezig in de livestream. Geachte aanwezigen, ik nodig u nu namens professor Sillen heel graag uit voor de receptie. Die zal plaatsvinden, het weer is helaas niet zo goed meer als het was eerder deze week. Die zal plaatsvinden hier in de refter in dit mooie gebouw, waar u professor Sillen kunt feliciteren. Het verzoek is om niet per se in de rij te gaan staan en een moment te vinden. We zijn met veel collega's en vrienden aanwezig hier vandaag. Moment te vinden waarop u onze nieuwe hoogleraar kunt feliciteren. En diegenen die later vandaag de gelegenheid hebben om professor Sillen te feliciteren, wil ik heel graag vragen, ook op jouw verzoek, om dat vanavond te doen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en daarmee sluit ik deze academische zitting.